En net als in alle andere talen kun je er alles in uitdrukken. Je kunt fluisteren in gebarentaal. Of ruzie maken en schelden. Of toneel spelen, net zo goed als in een gesproken taal. En daarom moet de regering de taal officieel erkennen, vindt de Vereniging van Nederlandse Doven, het dovenschap. Want een officiële taal heeft heel veel voordelen. Nog een voordeel, want als de gebarentaal een echte officiële taal wordt in Nederland, hopen dove kinderen dat ook horende kinderen misschien die gebarentaal gaan leren. Dan hebben ze nog meer kinderen om mee te spelen. En de actievoerders gaven honderden handtekeningen aan politici van de Tweede Kamer. Ze hopen dat zij ervoor gaan zorgen dat gebarentaal snel een officiële taal wordt. De politici hebben beloofd dat ze hun best gaan doen. Ze gaan snel praten met de minister die daarover gaat. Jarenlang vochten ze met hun eigen leger tegen de regering van het land Burma. De tweelingbroers Johnny en Luther. Pas 13 jaar oud en volgens hun aanhangers hebben de kinderen magische krachten. En nu zijn ze moe en ze stoppen met vechten. Hongerig en vermoeid zitten ze tussen de journalisten. Luther, die aan één stuk sigaretten rookt, en Johnny met zijn lange haren. Je kan zien dat ze behoorlijk moe zijn. 3 jaar lang waren ze de leiders van een groep die veel ellende veroorzaakte. Vooral in Burma, een land in Azië waar militairen het voor het zeggen hebben. Die onderdrukken verschillende bevolkingsgroepen, zoals de Karen. Johnny en Luther zijn leden van dat Karen-volk. Die vechten al 50 jaar voor hun eigen stuk land waar ze vrij kunnen leven. Een groep jonge vechters die gelooft in de magische krachten van de broers, sticht een eigen leger. Onder leiding van Johnny en Luther probeerde de groep aandacht te krijgen voor het lot van het Karen-volk. Zo gijzelden ze vorig jaar mensen dagenlang in een ziekenhuis. Bij de bevrijding van die mensen werden 10 aanhangers van Johnny en Luther gedood. Het leger van Burma deed er alles aan om de tweeling te arresteren. De jongens zijn maandenlang op de vlucht geweest. Maar nu hebben ze zich in Thailand, een veilig buurland, overgegeven. Samen met nog 12 volgelingen. De regering van Thailand gaat de jongens opvangen in een vluchtelingenkamp, waar ze voor het eerst in jaren weer naar school kunnen. En er wordt gezocht naar hun ouders, die ook in zo'n kamp moeten zitten. Want veel Karen-mensen zijn de afgelopen jaren naar het veilige Thailand gevlucht. Ondertussen wordt bekeken of Johnny en Luther ook in Thailand aanslagen hebben gepleegd. Als het blijft vriezen, kan er straks overal veilig worden geschaatst. Dat is nu nog niet zo, want het ijs is nog niet overal dik genoeg. Nou, oppassen geblazen dus. Maar niet voor de kinderen van de Amersfoortse schoolvereniging. Nu al veilig schaatsen kunnen de kinderen op deze school in Amersfoort. Daar hebben ze hun schoolplein omgetoverd tot ijsbaan. We hebben eerst eens van die slangen gepakt. En daar zijn we het ijs, zijn we het schoolplein mee gaan onderspuiten. En toen heeft het de nacht gevroren en de ochtend. En toen is het helemaal gaan bevriezen. En nou, ja, nu is het zo dik geworden en nu konden we erop schaatsen. Nou, goed idee en dat terwijl je gewoon naar school gaat. Alleen nu hoeven we ook veel minder te werken. Nu mogen we gewoon schaatsen. Nou, lol genoeg dus. En nog één groot voordeel. Op een echte ijsbaan, op het water, als je daar doorzakt, dan val je in het water en zo. Dat is wat gevaarlijker. En nu hoef je geen zorgen te maken. Nou, morgen niet alleen ijspret, maar ook sneeuwpret. 0 graden dus.
Nou, dat was het. Fijne avond nog en tot morgen. Dag.